We kijken hier naar de elektromotor. Dat is toepassing van Lorentzkracht. We hebben nodig een spoel in een magnetisch veld en daar gaat de stroom doorheen. En de Lorentzkrachten die dan optreden, die hebben een draaiend effect op de spoel. Hoe dat precies werkt, daarvoor verwijs ik nu even naar de les uit 5 VWO die op de ELO staat. Als je dat bekijkt, dan zie je dat na een kwartslagdraaiing de Lorentzkrachten niet meer in de juiste richting staan om die draaiing in stand te houden, om een volledig rondje te maken. Ze moeten de andere kant op wijzen. Nou, dat bereik je door de stroomrichting om te keren. Dat is een onderdeel in de elektromotor, een collector, die laat ik zo zien, zodat de draaiing in stand wordt gehouden. Hier een plaatje van een elektromotor. We hebben een permanente magneet. Een spoel waarvan nu maar één winding is getekend. En via de linkerhandregel kun je aantonen dat er Lorentzkracht op het bovenste stuk naar links en onderste stuk naar rechts wijst. Dus we hebben hier een draaiing tegen de klok in. Deze twee blokjes die staan vast. Maar deze schijf, die draait mee met de spoel, die zit vast. En via dit zwarte stuk, niet geleidend materiaal, kun je ervoor zorgen dat op het ene moment het bovenste stuk met de pluspool is verbonden en op het andere moment het onderste stuk van die schijf. En op die manier kun je de stroom met de klok mee hier laten bewegen of tegen de klok in. De Lorentzkracht, de totale Lorentzkracht op de spoel, die reken je dan als volgt uit. F is BIL voor 1 winding en dan keer de N. Wat staat voor het aantal windingen van de spoel. Ten slotte staat hier een oude examensom. Dat is een combinatie van elektrisch veld tussen P en Q en een magnetisch veld. De uitwerking ervan staat in de volgende slides. Nou, ik zou zeggen, kijk daar zelf naar. Zijn er vragen, dan hoor ik ze.